Goed. Nou, welkom. Daar zitten we weer. Ja, gezellig. Uh, gezellig. Ja, de tweede podcast van Force21. Um, Na nou, overweldigend succes, en vooral omdat we het heel leuk vonden, zijn we hier bij de tweede podcast. En um, ja, vandaag uh, uh, gaan we het over CloudFest hebben. CloudFest. CloudFest, ja. Um, het mocht weer. Het mocht weer. Drie jaar geleden. Ik ben daar uh, net nog over gecorrigeerd dat het geen twee, maar drie jaar was. Drie jaar geleden zijn we het voor het laatst geweest. Ja. eh. Uh, um, ja, voor degenen die het niet weten, wij gaan er eigenlijk met z'n tweeën altijd heen. Wat vond je ervan? Nou, het is altijd leuk om naar zuid duitsland te gaan. Ja, nou, dat is ook zo. Dus dat is, dus dat is sowieso gezellig. Ja, um, zeker. De bergen. De zon. Daarom. En uh, het is ook altijd een beetje het begin van de lente. Het is een beetje ja. een springfestival, oh. denk ik. Uh, tenminste, dat is het gevoel wat ik erbij heb. We zitten dan altijd natuurlijk in een pretpark, in het Europapark. Help mee. Help mee. En ze dan helemaal aan het klaarmaken voor de paasopening. Uh, dit jaar iets later dan uh, normaal. Meestal is het het weekend daarna. Ja. Maar uh, ja, het, het was weer nou, eigenlijk als van ouds. Ja. Uh, weer allemaal uh, oude bekenden. Ja. Omgeving zeker. was natuurlijk hetzelfde. Dat um, ja, was helemaal prima. Ik vond, het, ik vond het super leuk weer om te doen. En uh, ik heb er super van genoten. Ja. Ja, het was ook leuk. Hè? Je ziet ze inderdaad allemaal weer. Het is, het is opvallend hoe, hoe groot de Nederlandse enclave is eigenlijk die iedereen gaat. Hè? Ja, het begint altijd op maandagavond al. Ja. Met de hele stoet uh, gaan we er ongeveer heen. En nou, eigenlijk is het heel simpel. Iedereen wil daarheen omdat ze dan lekker kunnen blijven slapen. Zodat ze een biertje kunnen drinken met elkaar. Dat is een ding. Maar het is super leuk, ook samen. Dus ik zal een fotootje laten zien waarvan je denkt, oh ja, hebben we het leuk gehad samen. Zeker hebben we het ook leuk samen gehad. We 's ochtends ontbijt buiten, allemaal top. Het was super lekker weer. Het was super lekker weer. Ja. Het had een balkon t-shirtje was iets te koud, weet ik nog wel. De eerste dag dat we met, uh, met uh, Ludo hè, ook zaten in, in, die, uh, in de kou, dat was wat, wat frissig. Maar goed, ja. verder was het leuk. Maar um, dat allemaal gezegd hebben, dit is natuurlijk leuk, een mooie indruk weer. Uh, viel me wel op dat uh, uh, jij noemt het de dying industry. Ja, uh, dat, nou dat, dat, is, is dat is een mooie nieuwe term die we ja. hebben geïntroduceerd uh, na CloudFest eigenlijk. Ik vond het zelf wat meer uh, de vergrijzende industrie. Als in, uh, er zijn natuurlijk in zeker in de webhosting wereld uh, zit, zit er heel veel consolidatie. Hè? Wij helpen een aantal van die partijen, dus we, we weten wel hoe dat, uh, hoe dat gaat. Er is dus dus heel veel consolidatie en er zijn veel, veel minder partijen. Er zijn nog geen nieuwkomers, dus dat betekent dat de partijen die er komen, ook uh, ja, die worden ook, uh, de mensen, de eigenaar worden ook een jaartje ouder, uh, drie. Ja, zelfs eh, drie zelfs nu, ja, in ja, dit keer. Heel goed. En uh, dat betekent dus dat het allemaal wat grijzer en wat ouder wordt. Daarmee niet minder leuk, maar wel opvallend. Uh, het was zeker druk, maar rustiger, uh, vonden we het. Uh, ja, het begon natuurlijk al eigenlijk op maandagavond. Uh, ja. Maandagavond is altijd de uh, Dutch night. En daar was het, ja, normaal gesproken, moet je eigenlijk een beetje oppassen als je daar door de zaal heen loopt, dat je bier niet uit je glas klotst, omdat je tegen iedereen aanbotst. En dat was dit jaar helemaal niet zo. Nee. Dat, uh, dat was prima te doen. Natuurlijk heeft corona daar ook wel wat mee te maken uh, in de zin van dat niet iedereen durfde te komen of ook niet iedereen kon komen. Maar ja, aan de andere kant, ik heb eigenlijk iedereen gezien waarvan ik ook had verwacht dat die er zou zijn. Ja. Uh, dus het is niet zo dat ik nou heel veel mensen heb gemist. Dus uh, ja, door de overnames hebben we gewoon minder mensen die er zijn en er zijn geen nieuwe toetreders. Dus nee. Nee. Uh, het wordt gewoon steeds kleiner. Ja. En uh, ja, zonder nieuwbies uh, wordt de industrie gewoon elk jaar een jaartje ouder. Nou ja, dat is ook zo. Dan gaan we naar uh, zeg maar een volgend uh, dingetje. Wat viel je nou op? Hè? En een van de dingen, denk ik, die uh, voor jou opvallend was, is ik zei het al, uh, ja, oliegekoelde bakken. Hey, nou, het zal wel. Uh, wat is dat precies? Nou, de, 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 de foto geeft het ook aan. Ons eentje was er ook bij. Uh, Submer, uh, daar hebben wij een, uh, een relatie werken, een, uh, een lang, uh, langdurige relatie. Bertel ja. werkt daar. Dat is een, uh, een soort industrievriend. Maar uh, ik vond het opvallend. Wat, wat vond jij van, uh, uh, van die nieuwe, ja, toch een nieuwe ontwikkeling? Uh, ja, ik ben altijd weer verbaasd als ik op Cloudfest ben. Uh, we noemen het Cloudfest, vroeger uh, heette het natuurlijk anders. Uh, maar Cloudfest, dat, uh, ja, dat, dat, dat doet dan vermoeden alsof, uh, alsof het allemaal in de wolk is. Uh, dat denkt mijn vrouw ook. Uh, en uh, ik ben ook in de wolken trouwens soms. Uh, dus dat, dat hangt wel af. Maar, maar, op het evenement staat eigenlijk staan altijd, elk jaar weer, staan weer allemaal hardware vendors met uh, nieuwe harddisken, met nog snellere harddisken, nog snellere processoren. En er zijn ook altijd allemaal machines. Ja. Um, en dit keer stonden die machines gewoon in een, uh, ja. in een soort van badkuip. Het was echt heel raar. Um, maar al mijn natuurkunde wetten, zeg maar, werden... Ik, ik had één grote, zeg maar... Uh, Disconnect. Ja. Ja. Dus dat, 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 ja, dat werkte niet zo goed. Dus uh, ik, ik wilde, ik wilde daar van weten hoe of wat, wat er nou precies het idee was. Ik vond het, een, ik vond het een uitermate goed verhaal. Ja. Maar ik weet niet of ik mijn server wel zeg maar in die bak met water ga stoppen. Maar is dat dan angst of is dat uh, je ziet de use case niet? Um, nou. De use case is er misschien ook niet, want ik ben niet heel erg bezig met het uh, mijnen van cryptocurrencies of het uh, heel zwaar editen van uh, hele uh, moeilijke video uh, dingen. Dus uh, mijn computer doet niet zo heel veel meer tegenwoordig. Uh, die moet vooral zijn e-mail binnenhalen en daar word ik niet super warm van. Dus ja, voor mij is de toepassing dus misschien ook niet heel erg uh, uh, van toepassing. Maar ja, er zijn er natuurlijk voldoende mensen in de industrie waarbij dit wel geldt. Ja. Uh, de machines kunnen gewoon steeds meer en dan gaan steeds meer warmte uh, produceren. Ja. En die warmte die moet allemaal, uh, zeg maar, dat moet allemaal afgevoerd worden. En dat doen we vandaag de dag doen we dat in lucht. Ja. Ja. En uh, dat neemt niet zo heel veel warmte op, want dat is niet een hele hoge dichtheid. Dus op zich is het natuurlijk niet heel erg raar om dat dan in een, uh, in een vloeistof te doen. Nee. Het is dus geen water, het is een vloeistof. Het is ook geen, geen olie. olie hè? Nee, het is vloeistof, nee. hebben we, hebben we uiteindelijk ja. begrepen. Uh, wat, die, wat voor vloeistof er dan is? Ik denk je iets van nagelremover of zoiets? Ik weet het niet iets raars waarschijnlijk. En uh, dat neemt makkelijker die warmte op. En dat heeft twee voordelen. Eén, uh, uh, het duurt langer voordat het is opgewarmd, omdat het gewoon een grotere massa heeft. En het is ook makkelijker om het vervolgens weer uh, af te tappen, die warmte, ja. zodat je het kan hergebruiken op een andere manier. Ja. Dus uh, nou ja, uh, ons eentje is niet warm geworden, want dat wa die vloeistof was niet heel erg warm. Uh, nee. En zeker niet in die tijd dat hij daar bezig was. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat hebben we bijvoorbeeld uh, gezien. Ja. En, uh, ja. ja, ik wil nog even over uh, die uh, oliebakken. Of ja, het is geen olie natuurlijk. Ja, dat mag, nee. mag je niet zeggen. Hè? Nee, dat mag je niet zeggen. Ik vind dat wel, uh, het, het adresseert um, uh, 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 wel een probleem in de markt. Hè? Zeker nu met um, uh, de situatie in Oekraïne en, en stijgende energieprijzen. Uh, dit lost wel daar iets in op. Hè? Dus je, ben, je gaat uh, efficiënter met de energie om. Ik heb het ook gezien bij uh, een klant van ons. Bytesnet, die gebruiken niet uh, Submer, maar die gebruiken wel een vergelijkbare technologie. Mm -hmm. Ook uh, bakken in, 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 nou toch maar even in die vloeistof. Uh, en vooral ook voor de restwarmte gebruiken. Dus dat, 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 dat vind ik wel aardig. Dat juist in deze tijd er oplossingen worden gevonden om zeg maar het sentiment ook van datacenters, wat er is. Uh, maar ook de energiecrisis ja, of prijzen uh, te lijf te gaan. Dat, dat, dat is wel een mooie oplossing hierin. Jazeker. Ja, dus uh, we moeten ook allemaal. We moeten ook met z'n allen iets, denk ik. Uh, daar gaat steeds meer het datacenter in. Uh, en er komen er steeds meer servers die van alles en niks doen. Uh, en um, die verbruiken allemaal energie. Ja. En ja, dan moeten we, ja. gewoon, we moeten gewoon met z'n allen zorgen dat uh, ja, voor onze hele oude industrie, uh, inmiddels uh, met heel veel grijze haren, die ook bijna allemaal kinderen hebben, ja, dat ook voor de kinderen straks nog wel uh, zeg maar een wereld is. Dus uh, ja, uh, ik denk dat het supergoed is ja. dat we daarmee bezig zijn. Ja, ja ik, dat is een brugje naar de volgende trouwens. Uh, uh, Blockheating. Uh, we hebben Jeroen gesproken, Jeroen is daar uh, uh, oprichter van. Um, nou, wij vonden het uh, allebei een van de meest interessante gesprekken die we hebben gehad, denk ik, op Cloudfest met Jeroen. Ja. Um, wat mij er enorm in aansprak was uh, zijn ambitie. Zeker. Uh, dat, 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 uh, dat vinden we überhaupt. Hè. Als je iets doet uh, als ondernemer, moet het vanuit je intrinsieke ambitie gaan. En amb ambitie is dan niet, ik wil 20% groeien of ik wil miljonair worden, want dat is allemaal gevolg, eerlijk gezegd. Maar zijn ambitie sprak me enorm aan en dat heeft hij ook echt mooi vertaald naar een oplossing. Ja, zeker. Dus uh, ja, hij, hij is gewoon heel erg begaan zeg maar, met, uh, met, ja, met, met de aarde ja. en vooral met uh, zeg maar het feit dat we daar uh, niet zo heel erg uh, duurzaam mee omgaan en hoe we dat uh, duurzamer kunnen doen. En um, ja, door zijn, door zijn oplossing, door eigenlijk een combinatie van um, nou ja, het, zeg maar, het koelen met vloeistof, uh, in dit geval is dat volgens mij, als ik het goed heb, wel echt water. Ja. Uh, waardoor we dus die restwarmte zeg maar beter kunnen gebruiken, maar dan ook nog eens een keertje dat een datacenter plaatst op een plek waar je ook restwarmte zeg maar direct kan gebruiken. Ja, toepasbaar is dus meteen. Ja, dus je het niet hoeft te transporteren. Uh, ja, dat maakt natuurlijk gewoon uh, zeg maar uh, 1 is 1 is 3. Ja, ja. Uh, dus dat is uh, super, super grappig en uh, ja, de, de toepassing die hij nu heeft die is, uh, uh, is hier bij de tuinbouw ja. uh, in, het, in het zuiden van het land. Uh, dus dat is een ja, dat is gewoon, ja, super gave ding. En ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat dit soort concepten er gewoon heel veel gaan komen. Ja. Want uh, nee, laten we maar als voorbeeld bijvoorbeeld nemen de verstedelijking waarbij we allemaal in de stad gaan wonen en we allemaal onze woning moeten opwarmen. Maar ook uh, tegelijkertijd heel graag op onze mobieltjes willen kijken wat het uh, laatste nieuws is. Uh, en uh, in contact willen blijven met de buren die uh, drie blokken verderop uh, wonen. en daar niet naartoe willen lopen, maar dat heel graag zeg maar, met een of ander sociaal platform willen doen. Uh, ja, als je die dingen met elkaar combineert, dan, uh, dan hebben we dus heel veel uh, de rekenkracht en, 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 en processing hebben we nodig in de steden. En daar hebben we ook warmte nodig. En ja. die, die, die dingen zouden gewoon prima kunnen combineren of iets dergelijks. Ja. Dus, dus zulke soort initiatieven, ja, die, die vind ik dat we die met z'n allen ernstig moeten omarmen. Ja, het is eigenlijk wel aardig wat hij doet. Hij is bezig met uh, als je het zo vertaalt, met, met de decentralisatie van een datacenter. Dus eigenlijk staat dat haaks op elkaar, maar het is wel waar. Hè? Dus dat, ja. uh, uh, dat, dat is boeiend. En uh, ik denk dat er zijn eerdere initiatieven geweest hierin, maar die, die zijn allemaal niet zo succesvol geweest, omdat er niet een concept achter zat. Uh, en, en hier zit echt een integraal concept in. Ja, en we klopt. hebben even een klein uh, zijstapje, maar we hebben ook nog gesprek gehad met, uh, met bedrijf Lief Cloud. Die zit ongeveer meer, uh, meer in de infrastructuur. Die probeert ongeveer hetzelfde, maar met een iets ander concept. Ja. En ongeveer hetzelfde, die doet ook, 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 ook daar is het integraal. Uh, uh, de integraliteit van dat energie uh, opwekken en, en teruggeven. Dat, 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 dat spreekt me erg aan. Dat, ja, uh, ja. Eens. ja, en dan is er een. Um, een, een ander, op, ik vind het zelf opvallend uh, ding. Hè, dan, uh, eigenlijk naar de volgende. Dat drie industrie-collega's uh, ja, kunnen we zeggen. Zeker van jou uh, uit het verleden. Die, uh, die normaal gesproken altijd vervent bezoekers waren. Uh, die staan daar in één keer met een, uh, met een stand. En uh, dat vond ik ook een aardig initiatief. U uh, uh, ja. Um, ja, die mannen die, die hebben een eigen cloud. Uh, publieke cloud ontwikkeld. En die zijn dat nu in de markt aan het zetten. Dat vond ik heel aardig. En het verrassende was: uh, je ziet het niet in de foto helaas. Die hadden knipperende lampjes op een uh, stand. Ja, dus Fuka uh, nou ja, is uh, gewoon een, een, een cloud oplossing. Uh, een, nou, ik weet niet of je het een publieke cloud kan uh, mag uh, noemen. Ik weet, ik weet, uh, volgens mij kunnen we heel veel discussies hebben over, uh, over de definitie daarvan. Ja. Uh, maar ze hebben in ieder geval een, een Europese cloud oplossing die uh, qua functionaliteit heel erg lijkt op wat je, uh, wat je ziet en wat je kan verwachten zeg maar, bij uh, de Azures en uh, bij de AWS'en en uh, bij de Oracle clouds en dergelijke van deze wereld. En uh, na een uh, ja, uh, ja, redelijk succesvolle uh, introductie in Nederland uh, willen ze nu verder, zeg maar, uh, Europa in. En dat was voor hun een reden om uh, hier te gaan staan uh, bij Cloudfest. Ja. En ja, ze hadden uh, gewoon knipperende lampjes. Ja, het is ongelooflijk. Ja, we uh, een hebben... Cloud met, uh, met lampjes uh, was het eigenlijk. Cloud met lampjes, ja, 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 ja. het is heel bijzonder. Ik, uh, we, we hebben de contradictie ja. uiteraard besproken met ze en we zeiden ja, het is heel simpel: uh, iedere techneut komt erop af. En dat vond ik wel een aardig. Uh, natuurlijk achter ze want fuga uh, is is vooral gericht op de techneut en ja waar komen techneut op af knipperende lampjes dus dat was super slim zeg. goed weten wat je doelgroep is goed weten wie je contactpersoon is en waar ze op uh, aangaan ja, uh, slim gedaan ja. en uh, ja en natuurlijk topplek ook dat ook ja. Ja. En, en aangaan is een mooie ja. zeg maar mooie Het woordspeling mooie, ja. 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 ja nou naast, van, naast deze um, uh, de ontwikkelingen en partijen die we echt op zien komen. Ook, ook omdat we ze kennen, maar ook uh, omdat we ze zien en gesproken hebben. natuurlijk ook met, uh, met klanten van ons uh, uh, gesproken. Your Hosting hebben we uitgebreid uh, met de mannen gesproken. Dat vind ik een, een, een prachtige... Ja, je kan zeggen, dying industry, maar dat is het natuurlijk niet. Want iedereen heeft nog steeds een website en een webhosting en, enzovoort nodig. Uh, ja, maar het en, groeit gewoon niet meer. Zeg maar. Het groeit niet meer en er zijn steeds minder partijen. En um uh, dus het gaat vooral over winstgevendheid. Hoe ja. kan ik ervoor zorgen dat ik mijn operatie op een zo efficiënt mogelijke manier uh, zeg maar, kan, uh, kan laten runnen? Ja. Uh, en hoe kan ik zorgen dat ik uh, extra geld kan verdienen uh, aan die klanten die ik al heb uh, door, uh, door extra diensten aan te verkopen? Nou, dat, dat heeft Your Hosting zeg maar, met uh, de TWS groep natuurlijk uh, uh, ja, in volle wasdom zeg maar, neergezet ja. in de Nederlandse markt. En daar zijn ze nu druk bezig om uh, Europa, uh, dat in Europa uit te rollen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is wat daar wat er natuurlijk gebeurt. En uh, met, met het feit, zeg maar, dat, uh, dat dit soort partijen daar ook zijn, zie je, zie je ook op CloudFest gewoon veel meer investeerders, uh, bankiers. Uh, ik wil niet zeggen dat ik nog nooit zoveel pakken heb gezien, want dat, dat, viel, dat viel nog wel mee, vond ik. Ja. Maar uh, ja, er lopen wel echt gewoon mensen rond die zeg maar, met een investeringspet op om ja. te kijken zeg maar, wat daar nog te halen is. Uh, dus dat, dat is wat daar gebeurt. En ja, daarom is denk ik ook voor your House, denk ik, gewoon een, uh, een interessant evenement op ja, te zijn. Ja, zeker, zeker. En, het, is, het wordt natuurlijk een beetje een commodity. Het wordt eindelijk, eindelijk vind ik uh, webhosting als een volwassen markt worden. A uh, la telecom. Uh, kan je ook iets van vinden. kan je ook een dying market noemen. Maar uh, het is volwassen, het is een. Um, een Standaard dienstverlening uh, die ze nu volledig uh, verder in de markt aan het zitten uh, uit aan het breiden. En dat, dat, dat vond ik heel slim. En heel goed. Uh, überhaupt ook leuk, uiteraard weer. En ik wil nog een andere kant van ons uh, een beetje extra in de spotlight uh, hierbij zetten. En dat is uh, OneScale van Arjan Kunstman. Ja. Uh, ja, Arjan helpen we natuurlijk hè, met, met zijn go to market. Zeker. En um, wat het mooie daaraan is, is dat hij een, een, een SD wan omgeving aan het bouwen is het maken is. Een oplossing die super goed aansluit op, op zeg maar de IT, het IT-partnerlandschap, Of het nou cloud bent of resellers, dat maakt niet veel uit. Dat, dat sluit daar heel goed aan. En eigenlijk is hij, slaat hij een stap over. Wat je ziet in de, in de netwerkmarkt is dat uh, nou, vroeger verkochten we al VPN'en. Dus dat, dat is niet zo nieuw. Je kan zeggen SD-WAN is eigenlijk de, het oude VPN-gebeuren. Niet helemaal waar. Maar hij slaat die stap deels over door meteen door te gaan uh, naar het SASE-concept. En um, uh, daar heb ik gisteren nog een aardig gesprek over gehad. Eigenlijk wil je dat, dat is de band eigenlijk niet meer leveren, maar wil je vooral het integrale security stuk in, zijn, in je netwerk hebben. Nou, dat, dat, dat doet hij en dat is uh, een, een hele interessante, innovatieve, nieuwe, ja, eigenlijk een disrupting technologie, vind ik, in de, in, de, in de Nederlandse netwerkwereld. Ja, zeker. Ja, en wat natuurlijk super grappig is, we hebben nu, nu drie uh, zeg maar partijen hebben we eventjes, uh, even kort behandeld. En dat, daar zie je dus ook wat er gewoon gebeurt op, uh, op zoiets als CloudFest, uh, waarbij dus uh, voor verschillende partijen dat gewoon interessant is. Dus uh, uh, ja, VUG is, is eigenlijk gewoon acquisitie aan het doen. Uh, Your Hosting is uh, daar voornamelijk om te praten met, uh, te, te kijken voor kansen en te praten met haar leveranciers. En Wanskel uh, was daar eigenlijk gewoon om een soort van validatie te doen, ja, om te praten ja, met partijen. Uh, voor wie wellicht zeg maar, de, haar dienstverlening gewoon interessant is. En, en dat maakt ook zeg maar, zo'n evenement super grappig en super leuk. Ja. Omdat dat allemaal dat soort zeg maar, partijen daar allemaal aanwezig zijn. Om, uh, om te kijken met elkaar hoe we weer een stapje kunnen zetten zeg maar, in de toekomst. En uh, ja, super leuke oplossing. Uh, ik ben super benieuwd uh, straks zeg maar, uh, als, het, uh, als, we, als we het kunnen kopen. En, uh, en hoe het uh, zich precies uh, uh, gedraagt en wat het precies kan. Maar um, ja, dat, dat er behoefte is aan een oplossing om gewoon makkelijker zeg maar, te kunnen connecteren. En op dat op een veilige manier en op een goedkope manier. Ja, dat zat wat mij betreft ja, uit de kijf. Ja, paal boven water. Ja. Ja. Ja, wat, hij, uh, uh, wat wij ook vinden en zeggen en doen en wat wij merken bij hem is dat hij zeg maar, de ideeën in het netwerk in één brengt. Hè? Dus de dynamiek van het cloud, dat brengt hij naar het netwerk toe. Uh, dus, uh, en en uh, ja, dat, dat, dat is denk ik precies waar het naartoe moet gaan. Er is niet meer een soort... soort Disconnect daartussen, wat het altijd geweest is, zodra de lijnen buiten gingen was het ook oh, netwerk, dat, uh, dat raken me niet aan. Of, nee, goed, die dynamiek was anders, maar dat is, uh, dat is niet zo. Het is een beetje zoals telecom en IT zeg maar, naar elkaar gegroeid zijn, zie je die ook zeg maar, dat, ja. dat, dat netwerk en IT ja. naar elkaar aan het gegroeid zijn. Ja, dat is waar. Maar, ja. Nee, dat is uh, slim. Maar, nou ja, zijn er nou nog um, dingen die je. Persoonlijk, zijn er nog persoonlijke leuke verhalen, je, want het is altijd, kijk, wij zien het, uh, het stiekem een beetje als de hostingvakantie, hè, dus het is en super nuttig en hartstikke goed, maar ook een beetje vakantie en ook heel veel lol, ook omdat we, ja, we komen er al echt heel lang, dus we kennen mensen ook al echt heel lang daar, eh, ja. het is altijd leuk, maar zijn er nog dingen dat je denkt, oh ja, dat, dat, dat viel me nog op, dat was nog aardig of uh, hè, leuk. Uh, ik heb echt superveel gelachen, maar we uh, moeten zeggen, er waren ook heel veel dingen bij die echt onder embargo uh, zijn, uh, <laughs> zeg maar, uh, zijn verteld. Dat uh, gebeurt altijd, zeg maar, Zeker. natuurlijk als je in een kroeg ja. bent. Um, nee, ja, ik vond het, nee, wat ik nee, eventjes los van dat leuke. is, maar ik vond het bijvoorbeeld heel grappig dat, uh, dat, uh, dat uh, Jonas uh, de Hane zeg maar van, uh, van uh, natuurlijk uh, Team Blue, uh, er uh, er was en ook uh, vrij lang was. Dat, uh, dat was de andere jaren niet zo. En uh, dat hij daar ook echt tijd voor maar, uh, heeft, heeft vrijgemaakt. En dat hij dat dus blijkbaar belangrijk vindt in zijn agenda. Vond, vond ik opvallend in ieder geval. Uh, en uh, bijzonder. Um, ik uh, ik vind, het, ik vind het heel opvallend hoe grote stukken vlees mensen zeg maar weg kunnen, nee. uh, kunnen tikken <laughs> ja, in, een, uh, in een avondje, vlak voordat ze aan het bier beginnen. Echt wat. We hebben echt gewoon. Ja, nou, volgens mij hebben die Duitsers alleen maar de kop en de vier poten van die koe afgehaald en vervolgens dat zeg, op iemands bord gegooid. En die zijn nog vol enthousiasme zeg maar, aan begonnen, dat ik ja. echt dacht van oké, okay, nou ja, dat ja, kan dat je op. Ook. Ook. Ja, dat kan je ook doen. Ja. Zeg maar, dus dat, uh, dat vond ik. Ik heb helaas geen achtbaan gedaan uh, dit, nee. uh, dit keer. Dus, nee, die nee, nee, dus durfde dan, niet, dacht ik. Nee, ik durfde niet. Uh, mijn, mijn vaste maatje waar ik zeg maar, eigenlijk altijd mee ga, die was, oh, er, ja, niet. Die die was dus, er niet. Die was er niet. Dus, ja, dus nee, dat is dus wel. Waar. Ja. Ze was er niet. Nee. Dus, uh, dus, dus dat en uh, wel weer lekker, wel weer lekker uh, ijs uh, gegeten zeg oh, maar ja. in, het, in het park ja. uh, dus, dus dat, bl dat blijft wel iets grappigs. maar jij wel zeg maar echt hele, hele leuke dingen zeg maar, die uh, bij ja. zijn gebleven ja zeker maar kijk ja, je zegt het woord embargo dat is natuurlijk prachtig ik denk ja. dat degene die het horen precies weet waar het over gaat dus dat dat, uh, dat is onder een embargo vrees ik ja, zeker. Uh, we hebben inderdaad ongelooflijk gelachen. We traanden met Thuiten. Met we hebben ook hartstikke leuke mooie gesprekken gehad hey, in het zonnetje met de mannen van Identic. Dat was een uh, Ja, dat was, ja, was zeker mo mooi. Maar het, het verhaal wat ook wel bijbleef was zeg maar een, een automatische uh, stofzuigrobot met hondenpoep. En uh, dat, dat was toch ook een briljant verhaal. Ja. Uh, ja, zeker. Ja, die, ja. die blijft me nog wel even bij. Dat, ja, uh, ja, ik heb daar nu gewoon een beeld van. In ja, e ja, ja, precies. Ja, dus dat was leuk. Ja, het was, het was een top, het was top om iedereen weer te zien. Zeker na twee, drie jaar. Zeg maar die maandagavond, ja, dat was een soort grote industriereunie. Uh, je viel elkaar in de armen en, uh, en je had weer hele leuke gesprekken. En, uh, ja, top. Het was, uh, top om weer uh, bij elkaar te zijn na, na zeg maar, inderdaad drie jaar ja, uh, uh, totale stilte. Ja, en we hadden natuurlijk nog een mysterycast. Dus daar, 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 daar grondst het nog steeds een beetje over op het internet. Oh, ja. Dus uh, op uh, dat is denk ik was op dinsdagavond, denk ik. Of dinsdagavond. Ja. Op dinsdagavond uh, ja. was er een band uh, die opgetrad, uh, Daft Punk, En um, nou, waar is het nou? Waren ze he? nou wel of niet, zeg maar. Ze hebben altijd een helm op. Uh, dus je kan ze niet zien. Uh, je weet het niet. Uh, nee. Het was wel hun muziek. Uh, ik, wij vonden zelf dat ze heel veel bewogen. Zeg maar. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk niet. Eens. Ze zijn een beetje stijfjes. Dus da, da, dat, dat is nog steeds een, uh, ook een, zeg maar een uh, mysterie van, uh, van, van dit jaar. Waren ze het of waren ze het niet? Het was wel een gaaf concert. Ja, dat was wel cool. Ja. Nou, dus, um, we dus dat. Doen. Ik zou zeggen, op naar volgend jaar. Um, De dat, naar... datum staat al vast. De datum staat al vast. Hij staat in onze agenda. Uh, we zijn er weer bij. Uh, voor zover denk ik over Cloudfest. Ja, leuk. Dankjewel. Dank je wel. Tot later.